allemaal. Het is alweer 4 december. Ja, het is nu 9:30. Ik ben net even onder de douche geweest. Ja, het lijkt nu net of ik niks aan heb, maar ik heb mijn handdoek om. Ik ga nu even aankleden en dan ga ik weer wat anders aan doen dan anders. Dus dat laat ik jullie ook gelijk even zien wat ik aan ga doen. En daarna ga ik eerst dan even bloed prikken en dan ga ik mijn shirt laten. Ja. Dus met bloed prikken, ik weet niet of ik jullie mee ga nemen, maar moet ik even kijken hoe en wat. Dus ik zou zeggen, eerst tot zometeen en bij Outfit of Today. Goedemorgen, Sunshine. Ja, ik ben aangekleed en wel. Ik zal eventjes naar mijn spiegel toe gaan. Ja, dan zien jullie tenminste, want mijn eigen vent die ziet het niet wat ik nu aan heb. Nee, het valt hem niet eens op, zou ik dat eens zeggen. Het valt hem niet eens op. Ik zal eventjes hier de gordijn even open doen. Ik weet het, het is hier een grote bende. Einde. Kijk. Ik weet het, het is hier een grote bende. Yep, het is hier een hele grote bende. Zo. Ja, hoe moet ik dit doen? Dit is voor mij helemaal een nieuw Outfit of Today. Ja, kijk, doe ik het gewoon zo. Outfit of Today. Dit is een jurkje. Ja. Of jullie het heel goed kunnen zien. Ja, doe ik het gewoon even zo erbij nog. Outfit of the Day, een jurkje van Dress Lily. Ja. Een panty slash legging en van de Primark. De laarzen ook. De BH ook. Het topje die komt van de Zeeman volgens mij. Ik weet het niet meer. Maar oké, we zijn er weer. Alleen ik moet mijn haar nog doen, maar dat komt later wel. Ik doe gewoon nu eventjes een staart erin en dan is het er gewoon eerst naar de huisarts toe lopen. Ja, ik ga zo eerst dus naar de huisarts toe lopen. Kijk, mijn vent die zit er ook al, maar hij ziet niet wat ik aan heb, dus ja. Ja, laarzen. Ja, laarzen. Nee. Die is echt nog niet wakker, hè? 'S Ochtends vroeg. En dan ben ik pas om... Mag ik niet liegen? Ik ben pas om 11:45 naar bed gegaan. Ja, alleen hij wil volgens... Hij ziet mij niet goed vandaag. Nee, zo. Ik ben om 11:45 dus naar bed gegaan. Ja. En om 3:00 werd ik alweer wakker. En toen zei mijn batterij van... Ik heb nog maar 1 streepje. Maar oké, ik ga het gewoon proberen om jullie nog een beetje mee te nemen. Maar ik werd al om 3:00 weer wakker. En het is nu net 10:10 en ik ben nog steeds wakker. Dus ja, wie heeft nou wie de kortste slaap? Ik! Hij niet, nee. Alleen hij is geen ochtendmens, dus ja. Ja, en dan ben ik weer hyper de pieper er druk. Maar ja, weinig slaap, dan heb je dat. Ja, dan heb ik niks doen. Nee. Sorry. Maar ik ga jullie nou lekker meenemen naar de huisarts. Mijn haar, dat laat ik lekker zo. Maar dan wel even in de staat. Zonder eventjes gekamd en hebben. Terwijl, ja, precies. Dat is leuk. Nou, wacht, het bloed gaan prikken. Ze heeft aardig wat aangekruist. Alleen hij wil niet scherp stellen. Nee, dacht ik al. Niet dan of ook niet. Nee, ik heb dit. Ja. Even hier misschien eventjes naartoe schat. Want dan kan ik hem een beetje scherp stellen. Als je hem een beetje vasthoudt. Ik kan hem een beetje scherp stellen, want hij wil nou niet wat ik wil. Nee. Kijk, ik moet nuchten sowieso. Hij wil echt niet wat ik wil. Nee. Joe. Scherp stellen. Kom. Nee, dat ligt niet aan het... Kijk. Nuchter. Ja, kijk. Nou, nuchter. Nou, dat ben ik sowieso vandaag. Ja. Nog meer beneden. Nou, dan gaan we daar weer naartoe. Ja. Alles vastleggen. Vind ik leuk. Hi. Nee, andere kant. Kijk. Ja, precies.
Nou, de bloedprik is goed gegaan. Hij is nu weer iets met zijn telefoon bezig, altijd. Ja. Ja. Nou, en nu kunnen we het beter zien, wat ik aan heb. Ik laat hem eventjes aan jou over. Ik kijk uit voor het wijzen worden. Ja. Uitzicht op de boel. Ja. Ziet er leuk uit. Dank u wel. Alleen waar ik dan nu last van heb, als ik ga lopen, dan gaat dit namelijk omhoog. Heel irritant. Kijk maar. Oh, dat. Oké, dus als we stilstaan, dan gaat het weer. Oké, maar het is dat. Nee, dat loopt niet lekker. Nee. Nee, dat loopt niet lekker. Maar we gaan dus nou weer naar huis. Dan ga ik me weer even omkleden. En dan ga ik mijn meisje uitlaten. Ja. Nou, we zijn alweer bijna het einde van. Bijna, nou ja, het einde ook nog weer niet, maar. We zijn aan het lopen, ja, en ik heb het koud, ik ben moe, maar ik heb ook weinig geslapen. Dus ja, dan mag je moe zijn. Ja, het lijkt niet moe, maar ik ben het wel. Ja, en dan gaan we zo eerst even weer naar huis. Dan ga ik even deze camera even opladen. Dan gaan we eerst even ergens naartoe waar we ook mogen vloggen. Ja, eventjes weer geld in, nou ja, niet in, maar geld sparen, ja. Dus daar later straks nog meer over. En dat horen jullie dan wel. Hoe dat in zijn werk gaat. Dus iedereen die in de omgeving Rotterdam en Den Haag en omstreken wonen. Die kennen dus naar afvalloont.nl. Maar daar horen jullie straks nog meer over. Dus ja, dat is gezellig. Nou, wij zijn dus aan het fietsen. We zijn er bijna. Ja, ik heb mijn karretje volgeladen. Achteruk. Ja, ik ken nog aan de rij, hoor, vriend. Geen probleem bij kawaii, zeggen we dan maar weer. Ja. Als ik kan filmen achter, dan ga ik dat nu even proberen. Rustig aan. Even kijk. Daar rijdt mijn mannetje. En ik ben ook achtervolg geladen. Zoals jullie zien. En even kijken of afval loont. Open is. Ja. Hoop ik wel, maar volgens mij niet. Oh, wel. Ja, ze zijn open. Kijk, dat is leuk. Het is heel donker in de verte. Ja. Maar wij gaan eventjes onze afval even dumpen. Ja, wij gaan even onze afval dumpen. Dat is nou leuk. Hartstikke leuk. Ga ik even hier erin. Dat is mooi. Toppie joppie. Kijk. We zijn bij het depot. Ja. Afvalloont. Ja. Wij zijn bij het depot. Afvalloont. En mijn grote vriend is er volgens mij niet. Nee. Nou, we hebben alles weer gedumpt. Netjes en wel. En nu gaan we even lekker onderweg. Naar de Jumbo. En ik neem ook even zo gezellig een stukje mee op de fiets. Ja. Alleen hoe we beelden moeten snellen, juist mag het weten. Ik kan het nog niet weten. Mag je vloggen op een fiets? Weer groen en mogen weer rijden. Ja. Leg door, schatje. Rechtdoor. Rechtdoor. Dat weet ik heel zeker, ja. Ja, dat weet ik heel zeker. Precies. Zo, en toen kregen we alleen maar hobbeltjes vandaag. Ja, hobbel 1. Ja, en dit gaat toch niet werken met vloggen en hobbeltjes. Of ik moet er heel voorzichtig overheen. Ja, ik ga er gewoon heel voorzichtig overheen. En dat is deze hele weg. Gezellig. Dat is nou leuk, hobbeltjes. Ja.
Kijk, en nou lekker niet, want ik ga er lekker over langs. Hihi. Ja, ik ga er lekker langs. Ik denk, ik ga jou filmen, maar mag niet. En van de spiegel niet, nee. En dan weer een heel leuk hobbeltje. En dan ga ik er heel voorzichtig overheen. Niet omheen, maar overheen. En hij denkt, nou weet je wat, ik ga er lekker langs. Ja. Een dikke vette prima. Zo. Hier zijn ze dus bezig met een snelweg aan het bouwen. Rotterdamse baan, de weg die werkt. Ja, de weg die werkt. Willen jullie een beetje zien? Dat mag hoor. Gewoon een beetje kijken. Even kijken als het lukt voor jullie. Hola. Ja, dat lukt hier. Wacht even. Kijk, dit is leuk. Hij fietst wel lekker door. Dat is helemaal prima. Nou, dit wordt dus de Rotterdamse baan. Dit wordt wel heel erg laag. Ja. Nou, ik ga weer verder met fietsen. Ja. Oké. We zijn nu eventjes aan bij de winkel. Ja. En ik zie iets heel opmerkelijks. Ja. Want ik zie hier ook namelijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Voor 500 gram. Ja, een flesje. Vloeibaar eiwit voor 3,70 euro. Ja. Terwijl je voor gewoon eieren. 10, even kijken. Ja, voor iets van 10 eieren. Ja, kijk. Voor 10 eieren. Oh. Ja, en dan betaal je dit. Voor 10. Dat is een elletje. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even ook een belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.